We staan hier voor het TerraLife mengsel Beta Sola. Dit mengsel is speciaal ontwikkeld voor intensieve bouwplannen met veel aardappelen en bieten. We hebben het zodanig samengesteld dat het dus zowel een forse verbetering van de bodemweerbaarheid, maar dat het mengsel, de componenten van het mengsel, hebben ook nog een duidelijke positieve invloed op de vermindering van de aaltjes. De belangrijkste componenten die erin zitten. We hebben er 25,5% van het mengsel, zitten hoogresistente bladrammenassen in. En die heb ik hier in mijn linkerhand. En die bladrammenassen die zijn resistent tegen het BCA1 resistent tegen het bietencisteraaltje. Die zijn Sitwoody, Melodogeny resistent. Die drie rassen bladrammenassen die erin zitten, die hebben we zodanig ook nog uitgekozen dat ze eigenlijk een aaltjeswerking hebben door de hele bouw voorheen. Daarnaast vullen we het mengsel aan. Het heeft niet alleen dus met de bladrammenassen een hele goede werking op de aaltjes, maar we vullen hem ook nog aan met een werking via de Japanse haver. En die heb ik hier dus uitgenomen. En de Japanse haver heeft dus ook nog een werking, of een hele goede werking, tegen de Pratelengus penetrans, tegen het aaltje. Dan vullen we het mengsel. Er zitten nog een aantal andere componenten in. Dat is onder andere de niger. En de niger die heeft een hele leuke eigenschap dat hij, mits op tijd gezaaid, na een vroegruimend gewas, dat hij wel 2 meter lang kan worden. En je zult wel zeggen, hoe krijg ik dat dan weer ondergewerkt? Maar dat kan je heel goed onderwerken, doordat hij, als hij een zuchtje vorst ruikt, dan wordt hij al bruin en sterft hij af. Dus eigenlijk wat dat betreft is het een hele makkelijke. Dan zit er nog in het mengsel wikken. En wikken die hebben een hele positieve werking op de bodembacteriën. En wikken hebben ook nog een hele mooie werking in de diepte. Dus een structuurverbetering. En daarnaast kunt u ook nog zien dat de wikken, dat is een vlinderbloemige, die heeft ook nog, kunt u zien hier, de stikstofknolletjes. Die kunt u ook nog zien. Dus eigenlijk wat dat betreft is het ook nog een heel duurzaam gewas.